Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5LSPDVarenMoor en vandaag met het grijsachtige weer gaan we op pad met de Touran 2016. En gaan we deze motorrijder waarschijnlijk eens aanspreken, want die rijdt best wel onnodig links, vind ik zelf. Heeft geen motorkleding, dat is dan niet verplicht. Motorkleding, maar dus zeker niet onverstandig. Geen bijzonderheden voor de dienst, wel dat wij vandaag de taser hebben, maar die hadden we altijd al. Maar ik begreep uit een nieuwsbericht dat heel Nederland de taser gaat krijgen. Dus dat is wel mooi. Voor de agenten en denk ik zeker een verbetering. Dus ik ben benieuwd of dat gaat helpen, maar ik denk zelf van wel. Maar nu even deze meneer aanspreken. De ambulance staat nog steeds op het slot van, of op de key van L. Ik vind dat zo'n... Ik verander dat en dan wordt dat niet aangepast. Goeiedag meneer. Hey. Maar ga best. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nee, nee, dat is niet nodig. Oké, okay, goed. Uit 98. Loon. Oké. Okay, nou, goed. Hey, onnodig links rijden. Ik weet niet of ik dat... kan pakken, ze te zien niet. Nee, oké, okay, goed, dan krijg je van mij een waarschuwing. Maar let erop dat je ook gewoon rechts rijdt als het kan. Citizens report, medical aid requested in Raton Canyon. Oh, nu gaan we een ambulance opvragen. Motorrijder gaat rood, officieel rechtsaf is Manning zelf of je de rood rijdt. Of ja, ik moet zeggen, hij rijdt officieel niet de rood. Dus we laten het even, want ik heb zelf ook besloten om als ik rechtsaf wil dat ik gewoon rood licht pak. In single player, wat hoor ik toch? Ah nee, dan maar. Ik hoor buiten iets raars, maar dat horen jullie niet, uiteraard. We hebben een melding van drugsrunners. Ja, handig. Drugsrunners die hier rijden. We gaan ze een stopteken geven. Ja. Dus twee drugsrunners die hier. Oh, stop me maar hoor. Of één drugsrunner. Ik weet niet hoeveel mensen in het voertuig zitten. Even spieken. Kan ik dat zien? Eén zo te zien. Eentje. Oké, okay, dat maakt het al handiger voor mij. Deze meneer is dus, wordt dus gezocht voor het transporteren dan wel vervoeren van drugs dan wel verkoop. Verkoop. 4, 2, kilo, dus, Cuba, 6, 3, 4. We gaan eens kijken. Nee, toch twee personen. Toch twee personen en dan gaan er een verloren. C-achtervolging. Oh, voordat ik crasht. Rijdt alsjeblieft prio 1. Eén collega vraagt om... Staan blijven. Wie is de bestuurder trouwens? Hij is de bestuurder hier. Die moet ik hebben. Staan blijven. C-achtervolging te voet. Collega's komen erbij. Jezo, jezo, jezo. Staan, blijven, kom op, luisteren. Wim gaat het sowieso winnen, vriend, kom op. Wim heeft een betere conditie. Staan, blijven. Hoop ik. Ja, we komen in de buurt, we komen in de buurt. Hey, luisteren, kameraden, ik heb echt geen zin om dit allemaal weer terug te moeten lopen. Dus nu ga je stoppen. 1, 2... Hopsakee. Ja, lekker pik. Mee werken. God, potmonden. Ik dacht dat mijn collega's al de vuurwapens op hem hadden gericht. Oh my god.
Meneer, hoek hem eens neer met die hond. Ja, dankjewel. LSPD, freeze! Oh my god, we zijn zo ver weg van de auto nu al. Hands in the air, now! Ja, wij gaan dood als we zo blijven rennen. Kan ik hem taser? Ah, dat is geen taser. Shit, ik heb mijn taser niet bij. Handig weer. Oh, ik hoek hem gewoon. Oh, nu winnen we, nu winnen we. Hoppa. Nu ga je meewerken, kameraad, kom op. Oké, dan maar even met vuurwapen erop. Stoppen nu. Dit is wederom een perfect voorbeeld waarom ik er gek van word. Dat je niet gewoon met E iemand kunt dwingen om te stoppen. Dat je meteen je vuurwapen erop moet richten. Want dat vind ik altijd zo overdreven. Stungen. Wat missen we nog? Ik ben eerlijk met jullie, ik heb al zo lang LSPD van niet meer gespeeld tot het eerste, of tot ik gewoon niet meer eraan dacht om mijn gear te fixen. Jij gaat met mijn collega mij die jou nu komt ophalen, ik ga je nog fouilleren. Ik wil even weten, die tweede verdachte die staat hier naast mijn auto. De vraag is of die nog steeds aan het rennen is. Ja, hij had drugs bij zich. Lijkt stil te staan. De collega's zijn erbij, dus hopelijk dat die in ieder geval ook is aangehouden. Ik heb met mijn collega mee, hè. En wij gaan even terug naar ons voertuig. Dat is wel ver, dus we doen gewoon YOLO dit. Oh, die is nog niet gepakt. Hij blijft staan. Die bleef even netjes wachten totdat we weer terug waren en toen is hij weer verder. We hebben aangehouden, jonge dame. Mijn auto nog weg of ben ik nu alweer zo ver weggerend? Ja, nu vragen ze of ik dingen van drugs heb gezien. Ja, ik heb zeg maar die gast al gefouilleerd en dingen aangetroffen. Ik fouilleer haar ook. Oh ja, maar dat mag niet. Ja, maar als ze niet anders kan, mag het wel. Noem maar even, ik wil weten of zij ook drugs of wapens bij heeft. Zij heeft ook weer drugs bij, dus we zeggen gewoon ja. En we gaan op de 8 weer drukken voor een transporter voor haar. Een collega vraagt om een assistentie. Zal nog even rond om het voertuig kijken, daar ligt een pakketje zo te zien. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Dus die gaan we collecten. Dit is evidence, bewijs. En het voertuig nu wel even weg laten slepen en dan mijn sirenes uitzetten. Zo, de weg is vrijgegeven en nu moesten wij dit even vragen en de 0 ingedrukt houden en dan gaan we naar de rechtszaak van deze beste heer en mevrouw. Beide zullen resisting arrest krijgen, dangerous driving. De passagier is resisting arrest, very high skill truck dealing, dus hoog risico of zoiets. Maar in ieder geval, 20 jaar gek. Dat is in ieder geval aangehouden, dus voor ook het drugs dealen en de bestuurder. Oh, die is overleden. Door zijn rijgedrag. Dus die had toch wel flinke verwondingen, die bestuurder. Die hebben we aangehouden. Die is blijkbaar in elkaar gekiept. Nadat wij hem hebben aangehouden van inwendige bloeding ofzo. En die is overleden. Dus die gaan we niet
ja, die gaan niet meer de cel in uiteraard. Dus ik zou niet zeggen eind goed al goed, maar in ieder geval twee aanhoudingen waarvan eentje helaas is overleden voor hemzelf dan. Doet doet, die rijdt wel hard. Citizens report, we have... Melding, ja, wat is dat, huiselijk geweld of overlast? Domestic disturbance is geloof ik huiselijk geweld, of in ieder geval een overlast in de huiselijke sfeer. Wel wat gescheld. Twee personen hier aangetroffen. We gaan het even meemaken. Rustig aan, heren. Rustig aan, Mark. Geen debi Marcus. Is er weer zo'n melding? Waar gaan we heen? Blijf even staan, ik wil even in ieder geval... Even wat gegevens hebben. Oké. Het was weer echt een typische melding. Of zo'n... Ja, niet typisch, was die andere gast nou heen. Ik ben kwijt. Lekker. Ik kan er niet weg zijn. Hoe kan hier nou de kloten op zijn? Nou, we hebben nu wel van de enige gegevens. De andere zullen we dan ook nog wel treffen. Als we het adres opzoeken ofzo. Ze hadden in ieder geval ruzie over dat eentje was vreemd gegaan. Waarop Wim al meteen zei, ga anders even wandelen. Ze zeiden ja, einde melding. Lekker dan, stellen we niks voor, wij gaan door. You are looking totally... 12-01, dat is 12-01. Volgende. 1 Lincoln 18. We have a traffic alert for a possible burglary. Nu ook weer. Iemand in een voertuig is gespot door ANPR camera's en die zou worden gezocht voor een inbraak. Misschien meerdere inbraken. Misschien woningoverval. In ieder geval, hij is gespot. En hij komt er recht op mij af. Ja, lekker pik. Dat was sowieso wel een reden voor staan daar. Oh, ja, ja, lekker, lekker, lekker. Ik kan niet meer rijden. Dat scheelt heel weinig, geloof ik. Goedendag. Ja, 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 dit gaat fout, dit gaat fout. Wie heeft het vuurwapen? Wie gaat het vuurwapen trekken? Gaat er één iemand zijn. Ik wil geen rare dingen zien. Dat is een mes. Dat is... Wow, dat is een vuurwapen. 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 Gewoon dodelijk uitschakelen. Alles. Ah, shit. 12.02 OC. We komen eraan. 12.05. Ik ben onderweg. 12.05. Ik ben onderweg.
Dat is één. Daar, let op met een mes, met een mes. Collega, let op. Haar moet je hebben, haar moet je hebben. Kom op, laat dat mes vallen. Hand omhoog, mes neerleggen. Eenmaal dodelijk vuur, eenmaal aanhouding. Ik ga de ambulance deze kant op. Voor mijzelf. Er zijn geen eenheden meer nodig. Oh, dat was sneller dan deze, gek. Deze, collega's in de Audi. Collega's in de B-klasses. Ik weet niet wat dat is. Polootje. Ambu is aanrijdend. Mijn Touran is flink doorzeefd. Het is wel echt een typische LSPD voor aflevering en ik vind dat altijd wel leuk. Met schieten, met achtervolgingen, met crashes. Of ja, crashes van voertuigen, niet met game crashes. En hier hebben we het verkeer stopzetten in het gebied. We zijn flink beschoten, dat weet ik wel, maar ik zie geen schotwonden, alleen in mijn onderarm. Die B-klasse toch wel vet. Maar die Touran blijft ook wel mooi. Hallo. Dank je. Een collega vraagt om uw assistentie. Ze gaan het doen met je motor. Dat is verhoord. Ik hoor iets met dat die mevrouw is overleden, dus dan gaan wij... deze melding is ten einde. Mijn lijkschouwer vragen. Maar gezien hier nog genoeg collega's ter plaatse staan, ga ik er alvast vandoor. Want die sirenes maken me gek. En alles maar meer gek. En fix ons voertuig weer, want we beginnen weer met een schone lijn. En dan gaan we kijken wat voor een laatste incident ons vandaag nog tegemoet gaat komen. Kan een voertuig zijn die we aan de kant gaan zetten in verband met rijgedrag. Kan een melding zijn. Dus we weten het niet. We zetten in ieder geval wel een melding aan, anders kunnen we nog lang wachten. We've got a possible 211 in Palito Bay. Oh my god, ik besef dat de Palito Bay echt super ver weg is. We hebben een melding verdachte situatie, daar gaan we even heen. Ik ga echt niet heel de rit nog laten zien aan jullie. Maar we gaan in ieder geval die kant op. Er zou een persoon verdacht zich gedragen bij een bank. Dat roept natuurlijk wel vraagtekens op. We gaan gebruik maken van de vrijstellingen, we gaan die kant op en we gaan die kant op. En ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen wel. Als we daar bijna zijn. Nou, we zijn op Palito Bay. Inmiddels is het ook bijna donker. Collega's hier zijn blijkbaar bezig. Omdat wij hier het moeten gaan oplossen. Eens kijken, er staat hier wel een meneer achter het achter dat bord. Of een mevrouw, beter. Ja, ik zie het niet goed. Mevrouw. Ik weet ook niet wat ze verder heeft gedaan. Op dit moment niks strafbaars. Niks van wapens bijna. Goedendag mevrouw. Ja, maar ik ben blijkbaar ineens beveiliging. Kan ik u, mag u vragen wat u hier aan doen bent? I'm people watching for my new book. Ze is... Huh? Ja, oké, dat zal wel een Amerikaanse uitdrukking zijn. Oh, oké, mooi. Helaas is het in een privéterrein en je maakt werknemers en of ja, werknemers en klanten ongemakkelijk. Kun je hier weggaan, vroeg het geloof. Oh, dat was mij niet duidelijk.
als ik met de bank praat, kan ik dan blijven? Ik denk het niet. Ik denk dat dat tegen de regels ingaat. En nu gaat ze weg. Bedankt voor het begrip mevrouw en fijne dag verder. Oké, okay, melding afgehandeld. En ja, stel niet zoveel voor. Goedendag mevrouw. Wij gaan afronden en we gaan terug naar de stad. Het is inmiddels al donker. Het is einde dienst voor ons. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, geen idee zelf nog. Dus laat jullie verrassen. Tot dan in ieder geval. Doei!